U bent 50 jaar keurmeester van de duiven. Maar hoe bent u daarmee in contact gekomen? Mijn opa had vroeger duiven. En daar hebt u de liefde voor de duiven meegekregen? 1945, net na de oorlog, kreeg ik de eerste duiven. En ik heb ze nog steeds. Prachtige sport. Ja. En u hebt ze helaas vorig jaar aan het eind van het jaar weg moeten doen, of niet? Ja. Gezondheidsprobleem. Ja. En ook toe. Ja. Maar u bent heel lang, bent u naast duivenmelker ook keurmeester geweest. En dat gaat u nog een jaar lang nu nog doen, hè? En wat maakt de functie van keurmeester zo mooi? Het is eigenlijk een grote hobby. Maar vooral in de winterdag, hè. Tentoonstelling, je krijgt mooie duiven in de hand. Je komt onder veel duivenmelkers. Je hoort wat, je ziet veel. Maak leuke dingen mee. Ook minder leuk, maar toch hele leuke dingen maak je mee. Ja. Ja. Daar hou ik van. Dat vind ik prachtig. En wanneer is voor u een duif heel mooi? Of wanneer krijgt hij goede punten? Ja, moeilijk uit te leggen zo, hè. Maar dan moet hij alles mee hebben, hè. Mooie kop op zitten. Prima vleugelwerk. Goed gespierd. Goede botten. Ja, maar voor niks aan bekeren. Krijgt hij open. Dat is prachtig. Ja. Dat moet ook, hè. Maar hele mooie. Zijn vaak niet de beste vlierduiven. Vaak niet. Dus daar zit echt wel verschil in? Jazeker. Nou, en kom wel eens duiven tegen, dan denk ik. Kijk, en er is niemand die erin kan kijken, maar kom eens duiven tegen, dan denk ik, nou. Tentoonstelling en dan achteraf, dan blijkt er een hele goeie is, hè. Dan zit je ernaast, hè. Dat kan ook. Ja. Maar u doet dit werk al 50 jaar met heel veel plezier. En u blijft niet alleen in Almelo, hoor ik, hè. Nee, er is heel land door, hè. Overal gezien. Tot in Amsterdam en de Jordaan toe. Mooi, ja. Daar hebt u goede herinneringen aan. Café de Pijp, vergeet nooit. Prachtig, ja. Nou, ik hoor het wel, u hebt er vele herinneringen aan. Maar u was ook een goede duivenmelker en hebt ook wel mooie prijzen gewonnen, hè? Ja, tuurlijk, dat is de hoofdzaak. De keurmeester van Deuzen is maar een betrekkelijk kleine groep in Nederland, hè. Ik denk dat, moet ik schatten, 70, 75 leden in heel Nederland. Dus die hadden actief zijn. Maar gewoon spelen en vliegen met duiven, dat is natuurlijk de hoofdzaak. Hè. Dat is alles. Dat is mijn grootste hobby altijd nog geweest. Dat blijft ook. Ja. Ja? Ik kan niet anders. Ik heb ik persoonlijk, maar ook wel, dat moet ik ook eerlijk weten. Een hoop steun gehad van mijn vrouw ermee. Ook veel moeten ontzeggen. Ja, met elkaar. Met vakanties kun je niet. Ja, dan gooi je in september of zo een paar dagen, maar in de zomerdag kun je niet weg. Al die dingen, dat is de. Moet dan allemaal gebeuren, hè? De duivenmelker zit u in het bloed. Ja, het is niet anders. Ben ik mee geboren. Dan zou ik ook wel mee de hoek om gewoon. Ja, want er is niet van compliment, niet van gewoon, hè? Ja, zo is het. Ja, heel erg bedankt voor uw interview. Ja, tot de volgende keer. Tot 60 jaar. Ja?